Electrode, Electrode, where are you? Zit u in de boom? Zit je echt in de boom? Oké. Het zijn de kinderen van Electrode. En daar is hij. De Mega Pokeball. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een gloednieuwe Legend Arceus video. In de vorige aflevering hebben we deze baas Sneaselur gekregen. Sneaselur die kan lekker op bergen klimmen. En de vraag van vandaag is dan ook, wat vind jij van Sneaselur? Ja, ik vind het een toffe Pokémon. Hij heeft ook wel wat weg van Typhlosion. Ze hebben allebei zoiets van, ja, I don't give a ze kijken allebei een beetje alsof het ze allemaal al niks interesseert. Daarboven vliegt trouwens een Magnezone, wat trouwens ook wel een hele goede Pokémon is. Misschien moeten we die even proberen te vangen. Hallo Gligar. Oké, doei Gligar. Ik wist niet dat je mij weer gelijk aan wilde vallen. Oké, kan ik bij die Magnezone? Waar is die? Daar is die. Oké, misschien met zo'n featherbal zou dat wel moeten lukken. Als ik nou eens een beetje daar ga gooien strakjes als die terugkomt. Ja. En dan... Oh, iets lager toch. Oké. Komt die. Oh. Nee! Misschien moet ik hem toch iets eerder pakken. Oké, waar draai je? Daar draaien en dan... Oh! Nee, het is te ver. Daar dan. Ja. Oké, ik heb nog 4 ballen over. Hopelijk heb ik hem. Ja, nice! Hij is wel level 38. Hij zou wel voor Cricketoon kunnen eventueel. Cricketoon gebruiken we toch niet zo heel veel. En die ga ik denk ik ook niet zo heel veel gebruiken. Hoppakee, Magnezone erbij. Cricketoon weg. Ja, en zo blijft het team toch eigenlijk best wel veel veranderen de hele tijd. En dat vind ik ook een leuk ding aan Pokémon Legend Arceus. Het is best wel makkelijk natuurlijk om nieuwe Pokémon te vangen. Maar wat ervoor zorgt dat je team gewoon continu verandert eigenlijk. Dat vind ik best wel awesome. Ja, en ik mis het toch altijd wel als ik geen Electric-type Pokémon in mijn team heb. Maar ja, Pikachu die was gewoon niet sterk genoeg. En ik had natuurlijk geen item om Pikachu te evolueren. Dus ja, Magnezone in mijn team is wel nice, man. Oké, nu moeten we daar naartoe. Ik heb trouwens geleerd van jullie dat je Hunter niet per se hoeft te evolueren om Gengar te krijgen. Je kan blijkbaar ook een item kopen waar je hem ook mee kan evolueren. Dat is dan wel nieuw, want dat was vroeger niet zo. Wow, Garchomp. Die is sowieso veel te sterk. Oh, dit, of is het geen Garchomp, is het Gebite. Oh, ik kan natuurlijk ook nu een featherbal op zijn rug gooien gewoon, hè. We kunnen hem proberen te vangen gewoon, hè. Oh, maar hij gaat niet. Hij gaat niet, denk ik. Ik denk dat hij helemaal niet gaat... Oké. Doei! Later! Hier zijn ook weer allemaal nieuwe Pokémon. Is dit de plek waar we moeten zijn? I don't know. Ik zie wel een Sudowoodoo. Die gaan we eens even proberen te pakken. En die hebben we ook gelijk. Nice. Zouden hier trouwens wat in het kistje zitten? Sticky Glove, Great Ball, Scatterbang. Oeh, best wel veel eigenlijk. Oké, Magnezone, jij mag kijken wat er in de kist zit. Ah, het is een Voltorb. Zo leuk, die is nu een Voltorb. Oké, try attack, let's go. Magnezone. Bam, 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 bam. Oeh, dan kunnen we hem ook nog vangen. Hij kan mij wel raken met Thunderbolt, dus not very effective. En laten we even een Great Ball erbovenop gooien. Daar is die hoor, die is nu een Voltorb. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk dat ze ook een nieuwe Voltorb hebben. Die hebben we toch? Lekker. We vangen veel nieuwe Pokémon, man. Super cool. En hier hebben we weer zo'n vlammetje. Een Wispy, dan moeten we denk ik hier over die berg klimmen. Of kunnen we daar doorheen? Is daar een opening of zo? Het lijkt alsof hier echt de ingang had moeten zijn van iets. Maar blijkbaar niet. We gaan toch over de berg heen. Lekker Sneasler. Echt vet. Oeh, een Alpha Luxray. Als die dichtbij komt, jongen. Oké, misschien kunnen we hem vangen. Let's go. Oh, mis. Kom op. No, nog een keer mis. Dan wordt het rennen voor mijn leven. Rennen. Kom op, Standler. We gaan er vandoor. Doei, doei. Oh, daar is Melly. Oh, die wil nog een keer battelen natuurlijk. Yo, ik heb hier geen zin in. Ik heb je al een keer verslagen. Melly zegt, welkom in de Mewview Arena. Dit is de plek waar Lord Electrode is. Ik heb je niet echt gesupport. Maar ik hoopte wel dat je het tot hier zou redden. Ja, dan kan je me nog een keer beledigen. Dat is waarom toch, hè? Als een lid van de Diamond Clan is mijn hoogste roeping om de Almighty Sinnoh te pleasen. En dat moet ik nu doen door jou te stoppen. Je zal me nog een keer moeten verslaan. Serieus? Nog een keer, die freaking skuntank van je. Die was echt poepie irritant. Oh, je hebt nee. Niet met z'n drieën tegelijk, jongens. Oké, ik focus me eerst maar op de slechtere Pokémon. Lage level Zubat. Oké, die is weg. Kan die in ieder geval niet meer vervelend doen. Een skuntank doet een poison jab. Ja, dan zal Skorupje mij wel kapot maken, of niet? Fino shock. Oh, ik overleef het. Oh, nice. Nou, dan kunnen we hopelijk Skorupje ook even... fixen. Nee, ik mis weer. Staraptor, je mist veel te veel, man. Wat ben je aan het doen? Ben je niet gefocust of zo? Sjonge. Oké, Rhydon.
Let's go. Nu is het jouw tijd. Scorupi, je begint lekker te bijten. Ja, dat doet echt lekker bijna niks. Waarom mogen jullie nu weer allemaal eerst aanvallen? Hier, hoppakee. Nog een keer. 3 keer aangevallen. Oké, maak hem kapot. Maak hem kapot, Rhydon. Mis ik nou weer? Waarom mis ik alles? Wat gebeurt hier nou weer? Dit is zo naar. Dit is echt heel vervelend. Ik heb 4 keer aangevallen en 2 keer gemist. En nu gaat Rhydon ook gewoon kapot. Door een freaking Skuntank. De Skuntanks zijn vervloekt in deze game. Mijn Skuntank kan niks. En de Skuntanks van de tegenstander, die maken me helemaal verrot. Niet oké, gewoon. Oké, ik mag nu 3 keer achter elkaar aanvallen. Dat is super chill. Skuntank, je hebt je eigen graf gegraven, vriend. Hoppakee, 2 Aqua Jets. Super. En dan nu een Strong Staal Waterpuls. Het is klaar met je. Afgelopen. Wat ze vlots. Wegwezen nou. Jongen, jongen. En nu aan de kant, Melly. Melly zegt, laten we 1 ding duidelijk maken. Ik heb niet verloren. Jij hebt gewonnen, maar daar zit een verschil in. Oké, luister. Als je een wedstrijd doet met 2 mensen, de ene wint. Dat betekent toch dat de ander verliest? Of ligt het nou aan mij? Jongen, jongen. Wat ben jij een vervelend persoon, Melly? Nou, laat me er nou maar door. Ik moet naar Electrode. Melly wil me niet helpen. Hij is zogenaamd vergeten welk eten Electrode lekker vindt. Zodat wij geen bombs kunnen maken. Kijk hem lachen ook, joh. Wat zit je nou te lachen? Hé, hey, Adamman. Adamman is er ook. Ja, lekker. Adamman, jij weet vast wel. Jij weet wel wat Electrode lekker vindt, toch? Ja, kijk. Hij weet het. En Melly zegt, nee, niet vertellen. En Adamman zegt, nou, wat? Waarom niet? Ik kon je wel horen, hoor. Ga je echt zo kinderachtig lopen doen? Melly die vraagt, ja, je bent de leader van de clan. Waarom hang je met deze galaxy mensen zoals Rikachu? En Adamman zegt, doe gewoon je ogen open, Melly. Heb je niet gekeken naar je boze lord? Hij is helemaal gek geworden. We moeten hem kalmeren. En Melly zegt, nee, ik zie alleen maar blije Pokémon. Ik zie ze alleen maar sterker worden. Dit moeten we niet doen. Zij helpen ons om te groeien. En Adamman zegt, ja, sorry Melly. Je hebt het echt fout. Ik ga Rikachu helpen. We gaan die balms gewoon maken. Kijk, kijk dat zure gezicht. En daar zijn ze hoor, de ballenpies. Ja, dan gaan we gewoon temmen. We gaan even Electrootje temmen. Maar misschien moeten we eerst even mijn Pokémon healen. Hoppakee, dan krijgt waarschijnlijk iedereen gewoon XP straks. Gelukkig kunnen we in 1 keer terugvliegen. Let's go, Melly. We gaan deze battle doen. Electrode, where are you? Zit u in de boom? Zit je echt in de boom? Oké. Allemaal Voltorbs. Het zijn de kinderen. Van de Electrode. En daar is die. De Mega Ponkyball. Ja. Geniaal. Super cool. Oké, let's go. Wat gebeurt er? Ik moet wel even kijken wat hier allemaal gebeurt. Kunnen we... wat gebeurt hier allemaal? Ik snap het niet. Oké, we gaan gewoon kaartzakjes erop gooien. Kan ik dit weghalen? Kan ik deze bal... Nee, ik kan niks tegen dat ding doen. Rennen. Wat een chaos, jongens. Zorgen dat ik hier buiten die cirkel blijf. Ja, oké. Hij begint echt nu helemaal los te gaan. Hij wordt echt super boos. Ik krijg allemaal Voltorbs op mijn hoofd. Oh, blauwe bal. Blauwe bal, kan ik daar... Wat doet die blauwe bal dan? Wat gebeurde er? Die was nog sneller volgens mij. Oké, ik heb hem echt wel bijna nu, denk ik. Alleen als ik geraakt word, dan ben ik ook de Sjaak. Rennen! En duiken! Wat een chaos. Het is nu wel heel close. Heel close. We hebben hem. Ja. Lekker. Jeetje, deze was echt chaos, jongen. Man. Maar we hebben hem gekalmeerd. De vriendelijke vriend. Nou ja, zo vriendelijk was hij eigenlijk niet, deze Electrode. Hij gooide al zijn baby's op mij. Hij kijkt nog steeds een beetje boos. Beetje heel boos. En Rhydon, die was helaas gesneuveld. Ben je zo boos, Electrode? Doe eens rustig. Oké, ben je tevreden? Zijn we matties? Ik krijg de Zapplate van hem. Oké, rol lekker verder. Oude rollade van me. Melly zegt, oh, dit was zo zonde. Ja, ik heb die balms gemaakt, maar ik wilde dit helemaal niet doen. Ik ben zo verdrietig, ik moet huilen, alles. En Adamman zegt, heb je het dan niet gezien? Electrode leek best wel opgelucht, hoor. Melly zegt, nee, helemaal niet.
Helemaal niet dat verbeeld je hier, maar wordt eigenlijk een beetje gek van jou. Yo, Ingo, die is er ook bij. Melly die zegt, waar ben jij nou weer voor teruggekomen? Laat die man met rust, Melly. Melly is echt de meest vervelende persoon in deze hele game, oprecht. En Ingo die zegt, nou, ik wilde wat aan Rickertje vertellen, want ik herinner me een paar dingen. De meeste mensen vingen Pokémon en leefden met hun samen. Ze hadden een soort van partnership met elkaar, die elkaar versterkte, mens en Pokémon. En er waren ook Pokémon trainers. Oh, wacht. Hij komt uit Black and White en daar was hij volgens mij een treinbestuurder, toch? Of een metrobestuurder. Oh, dat was hij volgens mij. Ja, man. Hij heeft het over die Pokémon battles en dat Pokémon getraind werden en zo. Trainers hadden echt een soort van bondje met hun Pokémon. Als Pokémon en mensen samenwerken, dan kunnen we nieuwe paden maken. En Ademan die vraagt nu aan mij, was jouw wereld ook zo, Rickachu? Ja, ik zeg maar dat dat zo was, maar ja, dat was zo, ja. En Melly die zegt, oh, de briljante Warden Melly die herinnert zich ook opeens wat. Het zijn niet alleen Pokémon die sterk moeten zijn, ik moet ook sterk zijn. Klopt, en je moet niet arrogant zijn. Zal de Almighty zijn ook blij zijn met hoe ik in het leven sta, zegt Melly. Wat een gedoe, joh, Melly. Ademan zegt, ja, open je oren, sta voor alles open, doe niet zo arrogant. Maak vriendschap met mensen. En Ingo, die is er klaar mee, die zegt, bravo, excellent. Nou, ik ga weer naar een andere bestemming. En jouw bestemming staat vast. Dat is de volgende Lord Rickachu. Ik ga weer terug naar Jubilife City. Of Jubilife Village, zoals dat nog hier heet. Melly, die zegt, ik ga mijn Electrode en mezelf polijsten. Tot wij heel sterk en briljant en verblindend zijn. Wij moeten ondertussen weer terug naar Kamado om te kijken wat onze volgende bestemming is. Maar ik denk dat we dan ook 5 sterren moeten hebben. Want anders mogen we nooit naar het volgende gebied. Dus dat ga ik weer even offstream doen. Zodat we in de volgende video gelijk door kunnen doen. Duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En zet het belletje aan. Dan zie ik je gewoon weer lekker bij de volgende video. Mazzel!